Deze video is mede mogelijk gemaakt door Hijjamawijzer. Bezoek nu onze site www.hijjamawijzer.nl. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik ben op dit moment onderweg naar Oustad Abdurrahman Abu Jawairia. We kennen Oustad Abdurrahman als een islamdocent, een prediker, een hijjama-docent. We zien op social media dat hij leuke hobby's heeft. Bijvoorbeeld het paardrijden, boogschieten. Zijn lessen, lezingen en workshops zijn ook terug te vinden op YouTube. Hij is oprichter van Islam Boekenfonds, wat alhamdulillah een groot succes is. We zien ook op social media dat hij zich af en toe bevindt in Mauritanië. Dan is hij in Marokko, dan is hij weer terug in Nederland. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat precies zit. Op dit moment is hij bezig met het opnemen van een module over de maand Ramadan. Ik ben eerlijk gezegd benieuwd waar het precies over gaat en waar hij precies mee bezig is. En ik ga hem inshallah ta'ala vragen of wij een stukje mee mogen kijken. Dan zie ik jullie inshallah zo even terug. Assalamu alaikum, ik ben onderweg naar Abdurrahman. Alhamdulillah, we mogen een stukje meekomen kijken. Dus ik loop nu naar hem toe en zie ik jullie inshallah zo terug. We hebben het gehad over het oordeel van het vaste. Wat is nou het oordeel? Wij zijn achter de schermen. Is het bijvoorbeeld verplicht? Abdurrahman. Wat zijn de pilaren van het vaste? Op dit moment bezig. Bepaalde verplichtingen. Met een module inshallah, over de komende Ramadan. Les zullen we het hebben over andere onderwerpen die te maken hebben met het vaste. Zoals bijvoorbeeld, hoe zit het met een zwangere vrouw, met een vrouw die borstvoeding geeft, hoe zit het bijvoorbeeld met bepaalde sunnen bij het vasten, wat zijn de juiste tijdstippen, waar moet ik op letten, etc. Dus dit was les 1 van deze module, alhamdulillah. En tot de volgende les. Barakallahu fikum, subhanakallahu hamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Goedemiddag, mashallah. Waarom werk? Welkom bij deze module. En ja, alhamdulillah. Komt dit inshallah binnenkort online als voorbereiding op de maand Ramadan. We nemen even een glaasje thee. En dan. Sahara thee, ja? Sahara thee. Voorwaarde is wel thee, dus uit het zuiden van Marokko en Mauritanië, zeg maar. Dus dat gaan we inshallah drinken. Dan stappen we in de auto en dan beginnen we aan onze interview. Waarakallahu. Je wordt inshallah goed verwend van onze broeder Abdurrahman. En zoals jullie zien is hij bezig met thee in de Sahara. Kun je daar ons meer over vertellen? Ja, hier moet je een hele cursus voor volgen. Dus het is heel belangrijk dat je de thee drinkt met schuim. Als er geen schuim bij zit, dan alsof je zeg maar cappuccino zonder schuim drinkt, zeg maar. Dat kan niet. Ja. Dus op deze manier doen we dan de thee klaarmaken. En dit drinken we dan in de zuiden van Marokko en ook in Mauritanië. Het is precies hetzelfde. En voor ons heeft het een hele geschiedenis verhaal. Want het is heel bijzonder, maar mijn twee opa's waren handelaren. En die gingen op kamelen handelen ze, zeg maar, tussen Marokko en Mauritanië. Yeah. En zij waren echt letterlijk de eerste die dit hebben geïntroduceerd in Mauritanië. Subhanallah. Ja, serieus. Ja, ze hebben het gekocht in ergens in Afrika. Okay. En hebben ze toen meegenomen naar Attar. Attar ligt in Marokko, of in Mauritanië, 70 kilometer van Chimpit. Okay. Daar hebben ze dat toen verhandeld. Zo hebben ze dat weer meegenomen naar Marokko toe. Subhanallah. En subhanallah, we drinken tot de dag van vandaag. En het is iets wat heel vaak ook besproken wordt in Mauritanië, van oké, we drinken thee, maar waar komt het eigenlijk vandaan? Het komt uit China oorspronkelijk. Ja. Maar hoe is het bij ons terechtgekomen? Via de Engelsen, die toen zeg maar een van de Afrikaanse landen was toen een kolonie. Ja. Het heet in het Arabisch Bendoel. Ik weet even niet wat de Nederlandse benaming ervan is. Daar hebben ze het toen ingekocht en zo zijn ze ermee naar, naar de kant van Chantrip gegaan. Altaar. Ja, dat is spannend. Dus ja, dat straks in de auto misschien weer. Ja, ja. Nee, ik ben benieuwd deze thee in de Sahara. Bismillah. Het is wel zonder suiker. We drinken alles heel zoet in het zuiden van Marokko en Mauritanië. Maar zelf drink ik geen suiker. Ja, ik eet wel suiker, maar gezonde suiker, zeg maar. Dus je mag er een daad bij nemen. En dan van vijf komt het wel goed in Chantrip. Maar geloof ik. Of ik er wel ken. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, we zijn goed opgewarmd door de Sahara thee. En we lopen nu onderweg naar de auto. En Abdurrahman heeft alles bij zich, een helm zie ik. Een helm, dat is een cap. Een cap, oh. Ja, die gaat het al. Nou, inshallah, we gaan in de auto gaan we inshallah wat vragen stellen. Assalamu alaikum, onze rit gaat alhamdulillah beginnen.
Abdurrahman, ik moest van alles meenemen. Ja. Volgens mij zag je ook, je handen waren ook vol. Ja. Kun je misschien even kort vertellen wat we gaan doen? Vandaag inshallah wordt een bijzondere en een drukke dag. Je wou mij mee, je wou mij interviewen. En ik denk zelf dat er geen beter beeld te krijgen is, zeg maar. Van iets wat iemand doet dan dat je het zelf ziet. En daarom dacht ik van ik neem je gewoon mee inshallah op pad. En dan zul je het ook en mede ervaren. En tegelijkertijd kun je me ook vragen van wat ik doe en waarom. Maar ik heb jou gevraagd om een aantal dingen mee te nemen. Ja, ja. Zoals laarzen. Ik heb gevraagd om een waterkoker mee te nemen. Toch? Ja, ik vroeg me echt af waarom, maar goed. Ik heb ook van alles bij me. Heb ik ook bij me. Oh ja, je hebt een step moest je meenemen. Een elektrische step, toch? Ja, elektrische step. Elektrische step. Je mag hier naar rechts. Nou, elektrische step moest je meenemen. Of een vouwfiets had ik gezegd, maar ja, jouw conditie is volgens mij zo slecht. Nee. Zelf heb ik mijn laptop meegenomen. Een fotocamera heb ik meegenomen. Mijn thermolaarzen heb ik meegenomen, want ik ben een koukleum. Ik heb verschillende schoenen en laarzen om mee paard te rijden. Maar ik heb nu mijn manegeboots aan, omdat het buiten sneeuwt. En straks doe ik mijn thermolaarzen aan. En wat heb ik nog meer bij me? Mijn cap, handschoenen. En op het terrein, ja, mag ik naar links. Op het terrein hebben we nog wat materialen liggen. Waarom? Omdat ik 3 keer per week verzorg ik een paard. Ik rij ongeveer 4 keer per week. Als ik in Nederland ben, rij ik ongeveer 4 keer per week paard. De maandag, woensdag, vrijdag verzorg ik een paard. En op de donderdag rij ik op de manege. En dit paard, zeg maar, probeer ik, zeg maar, te verzorgen, maar ook te bereiden en ook een beetje te trainen, zeg maar, op het gebied van conditie te verbeteren. En waarom nemen wij deze materialen mee? Omdat vandaag of gisteren hebben we opgemerkt dat het paard zeg maar, qua lichamelijke gesteldheid niet echt vooruit gaat. Het eet heel goed, het krijgt goede voedsel en zo. Maar omdat het 3 maanden geleden verhuisd is van de ene plek naar de andere, kan dat soms bij paarden stress veroorzaken of dat ze moeten wennen aan een groepje. Ze zitten daar met vijf paarden, eigenlijk een ponies. Dus wat we gaan doen vandaag is, we gaan het paard verzorgen, we gaan een bak gaan we uitmesten. Ik ga foto's maken voor iroscopie, uitlezen van een iris, van oog. Van dat kan je ook? Ja, nou, alhamdulillah. Dus ik ben nog bezig met bepaalde studies op het gebied, maar ik heb docenten die mij meekijken. Dus straks gaan we foto's maken, die zet ik op mijn laptop, die stuur ik meteen op. En dan ga ik daar met een, zeg maar digitaal, met een docent naar kijken van, goed, wat zie ik, wat ziet zij? Zij is echt al 20 jaar hiermee bezig. Spannend. Dus daaruit kun je al heel veel zeg maar... Alleen van het oog van een paard kun je al bepaalde... Ja, nou, dus dat gaan we inshallah straks zien. Ook weer, subhanallah, allemaal op één dag. Hè? Dit is gewoon niet gepland. Voor jou is het allemaal nieuw, ik heb het jou niet verteld. Maar paarden moeten om de 6 weken, 6 tot 8 weken, moeten ze bekapt worden. Dus dan worden de hoeven korter gemaakt. Ja. En de bekapper heeft op het laatste moment afgezegd. Okay. Door bepaalde redenen, hij kon niet komen. Dus ik vind het gewoon zonde om dit paard, zeg maar, te bereiden. Terwijl de hoeven eigenlijk iets te lang zijn. Dus zelf kan ik hoeven bekappen, maar ik had er absoluut niet op gerekend. Dus ik heb mijn materialen wel en zo, maar nu had ik er niet op gerekend. Dus ik heb de eigenaar van het paard gevraagd van, kun je wat materialen die je kunt regelen klaarleggen? Ja. Dan gaan wij inshallah kijken wat we voor dat paard kunnen doen, inshallah. Inshallah. Dus het wordt geen broeders in de auto, maar broeders op het paard? Het begint in de auto en het eindigt in de auto. Ja, dus door stappen wel uit om gewoon een goed beeld te krijgen van wat ik doe, waarom. Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon de interview, die loopt gewoon. En dan kunnen we een beeld krijgen van wat ik eigenlijk doe en waarmee ik bezig ben. En, ja, leuk. Nee, ik ben heel erg benieuwd. Nou, dus het wordt een keer iets anders. Dus naar rechts denk ik, hè? Ja, naar rechts. Kun je misschien wat kort over wat over jezelf? Hoe oud ben je? Hoeveel kinderen heb je? Waar ben je opgegroeid? Ja. Waar verblijf je? Ik ben 37 jaar oud. Ik wou bijna zeggen 27, maar ik ben al 37. Was ik maar 27. Ik ben 37 jaar oud. Geboren in Nederland, in Ede. Heb ik ook mijn hele leven eigenlijk gewoond. In 2007 ben ik geëmigreerd naar Marokko.
En daar heb ik een aantal jaar gewoond, alhamdulillah, getrouwd. Ik heb 3 kinderen, alhamdulillah. Dus die hebben daar altijd gewoond. Toen ben ik verhuisd, alhamdulillah, naar Mauritanië. Daar woon ik eigenlijk momenteel. Okay. En ik studeer daar nu ongeveer 3 tot 3,5 jaar. En het is de bedoeling dat ik daar nog lange tijd ga studeren. Alleen, ik kom om de 3 maanden ongeveer, kom ik 3-4 maanden kom naar Nederland toe, omdat ik hier nog project heb lopen, hier op les geef, et cetera. Dus dan kom ik hier voor bezoekjes van ongeveer 6 okay. weken naartoe, okay. zoals nu. Yeah. En eind deze week ga ik alweer terug, inshallah. Inshallah. Ik kan me een post van jou herinneren op Facebook. Ja. Dat was denk ik... Sorry dat ik onderbreek, hè? Ik zit nu in deze stoel, maar ik vraag me echt af waarom Marokkanen altijd hun stoel helemaal achter hebben. Wat is dat? Nee, ik vind het heel slecht voor de rug, weet je? Ik vind het is slecht voor de rug. Ik zit nu te denken wie daar gezeten heeft. Oké, okay. Die voor jou ligt ook een beetje lang. Ja, een beetje massa toch? Je weet, een beetje ontspannen. Ja, ontspannen, oké. Okay. Maar dat is denk ik niet goed. Nee, het is heel slecht voor je rug eigenlijk. Maar alhamdulillah, ja. Maar goed, even terugkomen op die post wat jij een tijdje geleden hebt geplaatst. Was de geboorte van jou, als goed, jouw derde kind. Ja. En ik weet dat jouw... jouw eerste zoon Bukhari heet. Yeah. En toen gaf je aan van mijn eerste zoon heet Bukhari. 3 keer raden hoe mijn tweede zoon heet. Ja, klopt inderdaad. Mag je hem afmaken? Ja, alhamdulillah. Vond het wel leuk, ja. Ik ben ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik begunstigd met de geboorte van mijn derde kind. Mijn dochter, de oudste, die heet Joeria. Joeria is een naam die de profeet sallallahu alaihi wasallam gekozen heeft voor een van zijn vrouwen. Zij heette Borra en daarin zit zeg maar, of Barra van het Bir. En daarin zit een soort van prijzing en de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat veranderd naar de naam Joeria. Dus ja, een hele mooie naam eigenlijk. Ja. En ook een bijzondere naam. En mijn zoon, toen mijn zoon geboren was, die is nu 7. Heb ik hem ook Bukhari genoemd. Deze naam die doet mij echt wat. Je leest hem vaak, je hoort hem vaak. En weet je, zo'n grote, subhanallah, zo'n grote geleerde, zeg maar, die zoveel betekent heeft voor de oma. We kunnen echt niet zonder hem, hè? Naar Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Hoe vaak we zijn naam wel niet noemen, hoe vaak we niet bij de dua over hem uitspreken, hè? van rahimahullah. En natuurlijk, als je imam Bukhari noemt, dan heb je het ook vaak over imam Muslim, zijn leerling. Dus heb ik eigenlijk een lange tijd geleden heb ik mezelf volgehouden van ik wil mijn kinderen echt allemaal noemen naar islamitische geleerden. Dus Bukhari en Muslim. Blijf van hem. Je gaf ook net aan dat je nu in Mauritanië woont. Klopt, ja. Dat je daar natuurlijk ook bezig bent met kernstergaan, wat natuurlijk een gezegende en geweldige zaak is. Ja. Maar je ziet tegenwoordig dat bijvoorbeeld onder de jongeren vooral, ze bijvoorbeeld ambities hebben om kennis op te doen, dat ze altijd denken of het is van Marokko of Saudi-Arabië. Ja. Maar jij hebt specifiek gekozen voor Mauritanië. Ja. Dat is niet iets wat je vaak hoort. Ja. Waarom heb je gekozen voor Mauritanië? Heeft heel veel redenen. Heeft echt heel veel redenen. Waar je ook maar kennis kunt vergaren, ik moedig dat aan, weet je. Dus waar je zuivere kennis aantreft, of dat nou in Saudi-Arabië is, of in Australië is, of in Kazachstan, of in Marokko. Ik raad iedereen aan om echt hieraan te beginnen, want subhanallah, er zijn zoveel hadith hierover en de zoetheid is niet uit te leggen. Als je de smaak te pakken hebt, dan is dat niet uit te leggen. Bijvoorbeeld de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan al-jannah. Wie een weg inslaat om daarin kennis te vergaren, Allah subhanahu wa ta'ala zal voor hem de weg vergemakkelijken en daarmee naar het paradijs. Dus waar je ook maar naartoe gaat, al is het binnen Nederland, het feit dat jij jouw huis verlaat om kennis te vergaren is al een hele feest. En voor iedereen zijn er andere mogelijkheden. De ene persoon kan wel gaan reizen, de ander kan niet gaan reizen. Maar voor mij is die mogelijkheid er wel gebleven. Dat ten eerste. Ten tweede, waarom Mauritanië? Kijk, je kunt bijvoorbeeld naar Saudi-Arabië gaan zoals zoveel jongeren willen. Alleen daar zijn heel veel voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld per jaar gaan er maar bijvoorbeeld 5 leerlingen die kant op. Bijvoorbeeld. Misschien 10, Allahu a'lam, hoe het nu zit. En dat is gewoon best wel weinig natuurlijk. Zij hebben ook hun redenen daarvoor, et cetera. Maar
Ik vind dat best wel weinig. Ten tweede, al ga je die kant op. Je bent nooit gegarandeerd van dat je daar lange tijd kunt verblijven. Soms is het 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar en dan houdt het op en dan weer in hetzelfde land terug waar je vandaan bent gekomen. Dus zekerheid is er voor mij dan niet. Marokko, dat is mijn land. Ik zie dat echt als mijn land. Daar liggen onze roots en daar komen we oorspronkelijk vandaan. En dat is ook het land waar ik eigenlijk uiteindelijk wil gaan leven, inshallah. Maar waarom Mauritanië? Mauritanië heeft een hele speciale... wij hebben een hele bijzondere band eigenlijk met Mauritanië. Want in het zuiden van Marokko, de meeste stammen uit het zuiden van Marokko, die zijn van Beni Hassan. Wij spreken ook een dialect dat heet Al-Hassaniya. Okay. Beni Hassan is een stam uit Jemen en dat is vroeger geëmigreerd richting Marokko en heeft zich verspreid over bijvoorbeeld Mauritanië en het zuiden van Marokko en andere delen van Marokko. En daarna pas met kolonies en zo, weet je, met bezettingen van het land, zijn die grenzen bepaald. Dus toen is er onderscheid gemaakt tussen van jij bent de Marokkaan en jij bent de Mauritanië, maar oorspronkelijk zijn we allemaal zijn we één gewoon. Ja, dus onze kleding is hetzelfde. Onze dialect is hetzelfde, onze manieren en tradities zijn hetzelfde. En nog sterker zelfs, ik heb daar zoveel familieleden wonen. Mijn oom bijvoorbeeld, de broer van mijn vader, die woont al langer dan 40 jaar. Dus het is geen, voor mij is het geen nieuw terrein. En mijn opa's hebben daar geleefd als handelaren, zeg maar, tussen Marokko en Mauritanië en zelfs Senegal en Mali. Dat was voor hun heel normaal, om die lange afstanden af te leggen. En hoe zijn die grenzen dan? Kun je gewoon zo makkelijk doorheen rijden? Of? Ja, je kunt er gewoon doorheen rijden. Het is gewoon net zoals je Tanger binnenrijdt, zeg maar. Vanuit Spanje naar Marokko toe kun je ook echt van Marokko naar Mauritanië. Gewoon goede wegen, alhamdulillah. Heel veel mensen denken dan meteen aan tentjes en zandwegen en alles. Maar het is gewoon, ik stap soms in de auto. Ik woon bijvoorbeeld in de stad Rayoun. Dat is 800 kilometer van de grens. Dat denk ik, dat is heel ver. Weet je. Ja, inderdaad. En soms stap ik met Fajr in de auto en dan rijd ik gewoon echt gewoon aan één stuk door bijna. En met de Dhuhr ben ik al bij de grens. Ja. Weet je, Fajr, ik bedoel dan een beetje in de zomertijd, nou, als het bijvoorbeeld 4-5 uur is. En met de Dhuhr ben ik bij de grens en ik doe mijn dingen, je papieren in orde maken, et cetera. Nou, kost je ongeveer een uur en een half om Marokko uit te rijden en dan 2 uur om Mauritanië binnen te rijden. Ja. En dan heb je nog 5-6 uurtjes te gaan, je bent in Oostland. Ja, dus je kunt ook vliegen bijvoorbeeld, dat is ook mogelijk. En ook dat heb ik wel eens gedaan, vanuit Casablanca bijvoorbeeld. Maar alhamdulillah, dit is de reden waarom ik gekozen heb voor Mauritanië. En natuurlijk, Mauritanië staat ook al eeuwen al bekend om haar kennis, vooral van de Arabische taal. Om haar hevelt, echt gewoon de omgeving. Het is niet te geloven, maar... Soms krijg je echt het gevoel van dat je in de tijd van de Sahaba leeft. Gewoon simpel. Je hebt echt rijke mensen, je kunt er ook heel luxe leven. Sommige mensen onderschatten dat, die denken van als je naar Mauritanië gaat, dan ga je leven van 3 dadels per dag en een glas water. Nou, dat kan als je dat wilt, maar het is niet verplicht, niet vanuit het geloof en ook niet vanuit het land, zeg maar. Je kunt er echt gewoon heel luxe leven en je kunt er ook gewoon heel sober leven. Ja. Je gaf net aan van je bent 37 jaar. Ja. Wanneer ben je begonnen met praktiseren en hoe kijk je terug naar die beginperiode? Want dat is meestal een lastig, moeilijke periode. Ja, ik vind het altijd zelf de mooiste periode. Zo handelen. Het is een periode van onwetendheid en gedrevenheid, weet je? Ja. Van alles wat je hoort wil je meteen praktiseren en er bestaat geen andere herkenbaar. Er is maar één mening, dat is de mening die ik ken. En iedereen zit ernaast en je bent heel gedreven daarin. Dus je hebt je goed doorontwikkeld, zoals ik zo hoor. Het is wel een hele mooie tijd, ook een hele zoete tijd, weet je? Ja. Ondanks dat het soms wat botsingen veroorzaakt met anderen, omdat je nog niet de juiste akhlaq kent, zeg maar de adab van khilaf, van meningsverschillen, dat er ook andere meningen zijn dan die jij kent en jouw docenten. Ja, onder en dus het is wel echt een hele mooie periode. Echt als je terugdenkt, subhanallah, dat je met zo weinig kennis eigenlijk, echt jouw hart die knalde soms uit. Je hoorde iets over qiyamul layl en de hele nacht ging je bidden. En als je hoorde van vaste, van Dawood alayhi salam, dan was het 1 dag vasten, 1 dag eten. En alles was gewoon meteen in praktijk. En dat is gewoon mooi. En dat, zo hoort het eigenlijk ook. Weet je. Maar aan de andere kant, weet je, moet je wel realistisch zijn. Je moet ook inzien van, hé, wacht eens even. Er is, alhamdulillah, er zijn ook wat andere meningen. Er is heel veel kennis wat je nog niet tot je hebt genomen. Ja, precies. En dat zal altijd blijven totdat het uur aanbreekt natuurlijk. Er valt nog genoeg te leren.
En dat is wel iets wat ik echt mis, zeg maar, of gemist heb toen. Ja. Zeg maar, velen met jou, denk ik. Ja, velen met mij. Misschien nog steeds. Ja. Misschien nog steeds. Ja. Vandaag de dag, als je tegen iemand zegt van, ja, hier is meningsverschil over en je kunt ook die mening volgen, dan lijkt het bijna alsof je de kantjes ervan afloopt. Ja, waarom? Omdat men echt erin gestampt krijgt van, dit is het en alle andere meningen zijn fout. En dat is niet zo. Nee. Weet je? Maar alhamdulillah, het was een hele mooie tijd. Ik ben ongeveer in 2003 ben ik begonnen met praktiseren. En kijk, soms krijg ik de vraag van, wanneer ben je begonnen met praktiseren, waarom? Een broeder, een bekeerling, die ging naar Mauritanië toe en die kreeg deze vraag bijna 5 keer per dag. Ja, van, ja, vertel eens wat over jouw bekering. Op een gegeven moment, weet je wat hij zei? In het begin ging hij een heel verhaal vertellen over dat gebeurde, hoe hij in aanraking kwam met de islam en moslims, etc. En op een gegeven moment was hij gewoon helemaal zat. En toen zei hij tegen de mensen, als ze vertel jouw verhaal, hoe ben je bekeerd? Hij zegt, Arad Allah bi khairan fa hadani lil Islam. Hij zei, Allah subhanahu wa ta'ala wou het goede voor mij en hij leidde mij naar de islam. Punt uit, klaar, weet je. Maar alhamdulillah, kijk, over het algemeen, wat voor mij en ik denk voor vele jongeren van mijn leeftijd echt gewoon een reden is geweest na de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala, is 11 september. Ja. Subhanallah, een tijd waarin je bezig was met school, met carrière maken, met studeren, met van alles en nog wat. En misschien helemaal niet bezig was met je geloof. Ja, ik ben moslim, punt uit, weet je. En in één keer wordt je geloof van alle kanten aangevallen. Echt gewoon, je denkt in één keer van, wat is er aan de hand, weet je. Is dit mijn geloof, weet je. Ja, echt, je twijfelt gewoon aan jezelf van, is dit mij altijd ontgaan of zo? Of gaat er iets helemaal mis, weet je. Of zijn dit gewoon valse beschuldigingen? Dus wat ga je doen? Je wordt echt in een hoekje geduwd. Van, jij moet jezelf gaan verantwoorden. Yeah. En vertel jij mij even of jij met de terroristen bent of met snap je, de normale mensen. Wat bedoel je? En op een gegeven moment ga je onderzoek doen. En ga je kijken van oké, heeft de islam hier echt wel degelijk iets mee te maken of niet? En dan merk je pas hoe de vork in de steel zit. En dan merk je gewoon van wat er eigenlijk gaande is. En dat dit eigenlijk een strijd is wat eeuwenlang gevoerd is. Tegen islam en moslims, tegen tawhid, tegen zeg maar, de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, ook bij volgaande volkeren. En het zal blijven plaatsvinden. Er zal altijd een groep zijn die zegt van, je bent goed bezig, en een andere groep die zal zeggen, je bent helemaal gek geworden. Ja, precies. Dus dat was wel voor mij een reden om me te gaan verdiepen in mijn geloof en om dingen uit te gaan zoeken. En als je eenmaal dingen gaat uitzoeken, en je hebt dan ga je ook die zoetheid proeven. Ja, en dan komt je hart weer tot leven. Ja, en dan is het subhanallah van, als je eenmaal die zoetheid te pakken hebt klaar, weet je, dan ben je gewoon verkocht. Ja. En subhanallah, ja, zo zei ook een geleerde heel mooi. Hij zei, de islam is te vergelijken met de stuiterbal. Hij zei, hoe harder dat tegen de grond wordt gegooid, hoe hoger het komt. En dat zie je ook echt, dat zag je in de afgelopen 20 jaar. Elke keer na een aanval op de islam en de moslims, deden mensen onderzoek daarna, gingen mensen met elkaar discussiëren. En op een gegeven moment raakten ze overtuigd van de waarheid. En bekeren ze juist tot de islam. Dus we gaan doen dat. Het werkt afrechts dus. Ja, zeker. Dus heel veel landen die... Je hebt corona, we hebben corona. Allah gaat het maken. Ja, zij maken hun plannen en Allah maakt zijn plannen. En Allah is de beste plannenmaker. Ja, subhanallah. Ja. Want vooral eigenlijk ook zeg maar in die tijd, als jij praat over 2003. Ja. Dan was jij denk ik ook een van de weinige jongens van jouw leeftijd, zeg maar. Ja. Die dan toch... zeg maar, zijn best ging doen om te praktiseren, maar je omgeving, jouw vrienden, klopt wel. Dat is toch wel, denk ik wel heel moeilijk om zeg maar, daar afstand van te nemen. Zeker, maar echt waar, subhanallah, weet je, het is zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, weet je, hij zei van over het geloof, over het algemeen, hij zei, Lelu haka nahariha, la yazigu anha illa halik, van als je je verdiept in de waarheid, het is gewoon zo duidelijk te onderscheiden van valsheid. Ja. Weet je, oprechtheid en jezelf voor de gek houden en anderen is heel makkelijk van elkaar te onderscheiden. Licht en dwaling of duisternis is makkelijk van elkaar te onderscheiden. Precies. De waarheid en valsheid zijn makkelijk van elkaar te onderscheiden. Dus op een gegeven moment, je zit eerst in een soort van wereldje. Je wordt in de ochtend wakker en ik weet niet wat, sommige mensen zitten dan in die tijd MTV aan of zo, weet je. Mm. En je ziet gewoon een droomwereld voor je, mensen met heel veel juwelen en auto's en paleizen en ik weet niet wat allemaal. En je gaat je echt zelf voorhouden van oké, dat is het ideale leven. Ja. En subhanallah,
Op een gegeven moment, als je je gaat verdiepen en je gaat jezelf echt gewoon zeg maar confronteren met de waarheid, en dat we allemaal zullen komen te sterven, en dat we allemaal onder de grond zullen eindigen, en dat we daarna allemaal verantwoording gaan afleggen, en dat is het belangrijkste, weet je, van ja. Oké, okay, weet je, al zou je dat bereiken, het gaat alleen maar tegen je getuigen. Ja. Dus op een gegeven moment is het van klaar, welke weg ga je kiezen? En zoals ook Allah subhanahu zegt, wahadina hum najdeen, we hebben ze geleid naar de twee wegen. Ja. Kies maar uit, ga maar naar rechts of naar links, weet je. Of je kiest voor je vrienden en voor criminaliteit en voor alles en nog wat. Of je kiest gewoon voor de duidelijke weg waar echt gewoon genot in zit. Precies. Het is niet zo van, ik ga nu kiezen voor een hele sobere leven. Ja. Nee, je mag huwen, je mag lol hebben, je mag van alles doen. Paardrijden. Je mag boogschieten, je mag gaan zwemmen, je mag alles doen. Maar binnen de islamitische richtlijnen, op een manier die jou niet schaadt en anderen ook niet. Precies. Dus subhanallah, het geeft je wel innerlijk rust, want hoe fout iemand ook is, hè, dat zie je ook bij heel veel jongeren vandaag de dag. Ik kan me momenten herinneren dat subhanallah, ik begon te praktiseren en ik liep een keer op straat, subhanallah, echt gewoon dat moment dat heeft me echt aan het denken gezet. Iemand, een splinternieuwe Audi, stopte naast me. De raam ging open, iemand zei, Abdurrahman, ik keek zo, ik zag hem. Een vriend van vroeger. Yeah. Hij had een hele nieuwe auto, weet je. En hij zegt, stap in. Ik zeg hem, ik loop naar huis toen, Charles. Ik ben er bijna, weet je. Hij zei, nee, ik moet echt even met je praten, het is belangrijk, weet je. Ik dacht, is goed, weet je. En ik ging in de auto bij hem zitten. Ik deed de deur dicht. En in één keer begonnen ze de tranen te rollen, weet je. Okay. Ja. Ik zei, wat is er, broeder? Hij zegt, ja, ik heb mijn leven helemaal verpest, weet je. En als ik kijk naar die broeder van zijn uiterlijk, zijn auto en zo, dat is echt gewoon alles waar de jongeren van dromen vandaag de dag. Ja, ja. Hij zegt, ik heb het helemaal verpest. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ik heb problemen thuis, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo. Ik weet gewoon niet meer wat ik ga doen, weet je. En hij zei echt gewoon letterlijk van, als je mij niet helpt, dan weet ik niet hoe het gaat aflopen. Okay. Subhanallah, op dat moment, weet je, als je ja, dat inbeeldt, weet je, van wat dat met je doet, dat is gewoon ongelooflijk. Dan denk ik bij jezelf van, weet je, je hebt wat de jongeren allemaal van dromen, maar als daar geluk in zat, dan zat jij niet in die situatie, weet je. Ja, precies. En dit is allemaal van korte duur. Dus, alhamdulillah, de broeder, ik heb in contact gebracht met anderen, we hebben met hem gepraat over zijn problemen en zo. Op een gegeven moment is het allemaal goed gekomen, maar het ging mij even om dat beeld, weet je, van waar wij allemaal van dromen, of de meeste van ons, dat is het niet, dat is het echt niet. Er zijn genoeg mensen die geld hebben, die heel veel materialistische zaken hebben, maar van binnen zijn ze leeg. En het feit dat jij gewoon een mooie auto kunt rijden, je dingen kunt doen, met een gerust gevoel van ik kom hier om een qiyam, inshallah, voor mijn schepper te staan, zonder verantwoording te hoeven af te leggen voor al die mensen die ik onrecht heb aangedaan of al de tekortkomingen in mijn geloof, dat geeft je echt een heel goed gevoel. Ja, subhanallah. Abdurrahman, we kennen jou ook als de oprichter van Islam Boekenfonds. Alhamdulillah. Dat is nu alhamdulillah een grote organisatie. Ja. We zien ook op social media zien wij ook berichten van, ik kan nog herinneren met corona had je bijvoorbeeld een namenlijst met 30 personen. Ja. Dat is natuurlijk, alhamdulillah, iets goeds. Ja. Waarom ben je zo'n project begonnen en waarom ben je eigenlijk zo'n project begonnen? Ja. Wat was het doel erachter? Alhamdulillah voor het feit dat het goede allemaal met zijn gunst het tot stand komt, weet je. Ja. Het is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala, dat ten eerste. En ten tweede, ik ben niet zeg maar de enige die daar actief is, maar zoals hij zegt, het is een grote organisatie en alhamdulillah, er zijn genoeg broeders en zusters, meer dan 30, die hierbij helpen, alhamdulillah. Dus het kan zijn dat een vrijwilliger, net zoals ik, meedoet dan ik bijvoorbeeld, terwijl ik wel de oprichter ben. Maar het initiatief is op een bijzondere wijze tot stand gekomen. Ik had op dat moment had ik een kantoorbaantje van 9 tot 5. En ik zat elke dag achter een bureau met andere collega's. En ja, er werden mij regelmatig vragen gesteld over de islam. En over wat er in de kranten stond. En wat er allemaal weer in het nieuws gezegd werd. En ik was daar gewoon heel open in. Ik ging daar gewoon op een nette manier op in en ik voerde gewoon gesprekken. En wat niet altijd makkelijk is, weet je. Soms kom je woorden tekort en soms ben je echt aan het borrelen van binnen, weet je. Van, weet je, dit is toch onrechtvaardig, ononderbouwd, et cetera. Maar in ieder geval, na lange tijd was ik een keer klaar met werken. En ik liep naar beneden, het was een heel hoog gebouw en ik liep naar beneden. En bij de deur stonden twee collega's me op te wachten.
En ik dacht, ze wachten op iemand anders of zo. Dus ik liep naar beneden en ik liep net langs hun en zij begroette mij. En toen zei ze zeg maar van, ik ging toen met de trein naar mijn werk, zeg maar. En ik moest de bus pakken. Ze zeiden, mogen we met jou meelopen naar de bushalte? Ik zei, ja, natuurlijk, weet je. En toen liepen we naar de bushalte. En toen zeiden ze, ja, we willen eigenlijk iets bekennen of iets bespreken met jou. Ik dacht, oké, wat dan, weet je. We zeiden, die collega's die zeiden echt gewoon letterlijk het volgende. En dat heeft mij echt geraakt. Ze zeiden tegen mij van, er waren alle moslims maar zoals jij. En ik keek ze zo aan en ik zei, wat bedoel je? Toen zeiden ze van, kijk, weet je, wij zaten met heel veel onduidelijkheden, heel veel misbegrippen, heel veel dingen die we gewoon vooroordelen, die we gewoon meekrijgen vanuit de media en zo. En ja, tijdens ons werk hebben we best wel vaak met jou gepraat, tijdens pauzes. En elke keer dat we jou een vraag stellen, probeer je daar een antwoord op te geven en ons opheldering te geven. En waardoor wel heel veel zeg maar misbegrippen zeg maar, op die manier verdwenen zijn. Naar links toe. Verdwenen zijn en tegelijkertijd ook gewoon opgehelderd zijn. En toen, dat zette mij echt aan het denken. Ik dacht bij mezelf van ja, zo dienen wij allemaal natuurlijk te zijn. Want de ene collega wil graag antwoorden hebben op zijn vragen en loopt dan op een moslim af. En natuurlijk heeft niet iedereen hetzelfde niveau of dezelfde antwoorden, maar soms kan iemand gewoon boos worden bijvoorbeeld. Van, waarom vraag je dat aan mij of zo? Ja, ja. En toen is dus het idee bij mij gestart van, waarom niet iets opzetten wat iedereen die wel belangstelling heeft in de islam of vragen heeft, kan helpen om hun vragen te beantwoorden. Door gewoon een simpel mailtje te sturen en jij een boekenpakket kunt ontvangen of wat boekjes over dat onderwerp bijvoorbeeld. En zo is eigenlijk het idee ontstaan van het Islam Boekenfonds. De tweede reden is zeg maar een gebeurtenis waar ik een lezing over heb gegeven. Dat heet De Onbekende Zuster en het Ene Boekje. Er was een zuster die een boekje aan iemand had overhandigd en die persoon is daardoor gaan praktiseren. Subhanallah heeft echt totaal de boeg omgegooid. Later is hij ook een van mijn docenten geworden, subhanallah. Subhanallah, ja, ja. En dus die combinatie van, hey, ja. We hadden het idee van, oké, mensen hebben dus behoefte aan die openheid. Iemand heeft echt gewoon een heel groot effect gehad op een ander met het geven van een boekje. Toen dacht ik van, waarom niet een bepaald fonds oprichten? Wat gesteund kan worden door de moslims zelf, die dat een goed initiatief vinden met een bedrag van 5 of 10 euro per maand. Ja. En tegelijkertijd, wat zeg maar vanuit onze kant als moslim zijnde, ja, gewoon een hele brede deur is voor iedereen die wel belangstelling heeft en die wel wat erover wilt lezen of weten. Leuk. En hoe lang bestaat de techniek? Nu ongeveer 6 jaar. 6 jaar? Ja, we zijn ongeveer een jaar achter de schermen bezig geweest met alles opzetten. Het is misschien zelfs 7 jaar, maar echt gewoon officieel zijn we gewoon 6 jaar bezig. Dus ja, ja. Een ruime schatting, hoeveel boeken hebben jullie uitgedeeld? Is echt, voor mij is daar echt geen antwoord op te geven. Het zijn echt zoveel boeken, gewoon echt ja, ongelooflijk veel boeken. Als okay, ik het heb over alleen al de mensen die alhamdulillah bekeerd zijn, ja, ik denk, iemand vroeg mij een keer, die zei hoeveel mensen zijn er nu bekeerd? Ik zei, ik weet het echt niet. Hij zei, maar hoe bedoel je? Ik zei, ik weet het echt niet. Ik zei, bij de eerste, tweede, de 13e, de 28e, ja. Hou het nog bij, 40ste hou het nog bij en daarna ga je in schattingen praten. Zeg ongeveer 90, ongeveer 100. Mm. Maar wat ik zeker weet, meer dan 200. Alhamdulillah. Ajib. Dus het zijn echt hele bijzondere momenten, ook voor de vrijwilligers natuurlijk. Die voeren echt gesprekken en elke keer dat je dat zo meemaakt, ja, het is gewoon onbeschrijfelijk. Ja, ja, Ajib. Heel leuk van. Amin. We zijn aangekomen. Ik heb mijn laarzen alvast aan. En Abdurrahman heeft ook zijn laarzen. Ja, niet zo aantrekken. Ik heb mijn thermolaarzen meegenomen omdat ik een koukleum ben. Dus ik heb verschillende schoenen en laarzen, maar die zijn een beetje voor de winter. En die gaan we aandoen, inshallah. We hebben net een jerrycan gekocht bij het tankstation. Ja. Het water bevroren is hier. Dat gaf je aan, ja. Ja, en in de winter moet je echt warm water geven aan de paarden. Dus hier is een nieuwe jerrycan. Er zit echt heel warm water in. En dat geven ze aan de paarden. Dan kan het koude water compenseren. En dan krijgen ze geen koliek. Oké, en hoeveel liter drinkt een paard per dag? Eigenlijk normaal drinkt een paard ongeveer 40 liter per dag. En hier staan 2 grote paarden en 3 ponies. Maar nu in de winter drinken ze iets minder. Maar omdat het water bevroren is, ja, heb je gewoon een probleem. Dus je moet het echt compenseren met warm water. Oké. Okay. En ik had begrepen dat we gingen uitmesten? Ja, we gaan straks inshallah ook nog even uitmesten. Dat moet ook gebeuren.
En dan gaan we het paard even verzorgen. Gaan we kijken of we het kunnen bekappen, inshallah. En daarna pas gaan we het bereiden. Inshallah. Dus je ziet wel sneeuw, dus het wordt weer een nieuwe ervaring. Maar rijden in de sneeuw is gewoon mogelijk. Vooral omdat wij, zonder hoefijzers rijden. En dan is het gewoon veel makkelijker. Dan is het ook minder glad en het is ook gewoon echt de natuur, zeg maar. Zo is het ook normaal in de vrije natuur. En dan redt een paard zichzelf ook. Dus dat is gewoon te doen, inshallah. Inshallah. En als we rijden, dan rijden we ook in de berm. Dus dan als we gaan galopperen, doen we het in de berm. Dat is gewoon haalbaar. Oké. Abdurrahman, we zijn nu bij jouw paard. Ja. Nee, niet mijn paard. Oh, niet jouw paard. Nee, ik verzorg het alleen maar. En dit is Meisara. Meisara? Ja. Klinkt Arabisch? Ja, het is ook een Arabische volbloed. Dus Meisara is van een zuster die hem samen met haar broer heeft gekocht. En ik verzorg hem ongeveer 3 keer per week. Of ik verzorg haar ongeveer 3 keer per week en ik bereid haar. De zuster, zeg maar, voor wie die is eigenlijk, zij gebruikt hem ook voor paardencoaching. En ook omdat ze, zeg maar, werkt met autistische kinderen. En daar heeft ze dan een bepaalde methode voor om hen ook te helpen bij hun ontwikkeling. Zij is ook via social media te vinden. Via bijvoorbeeld Instagram is haar naam Zuster Te Paard. Ook voor de zusters die bijvoorbeeld meer willen weten over het werken met autistische kinderen. Of paardencoaching. Of misschien zelfs het bereiden van paarden. Okay. Maar dit is dus Meisara. Meisara is al redelijk oud, mashallah, ze is 18 jaar oud. Waakallah. Lamberg en paarden worden ongeveer 24. Vandaag gaan we haar inshallah verzorgen. We gaan hier straks uitmesten. Dit is zeg maar het mest van een paard? Ja, het is het mest van een paard. We gaan hier even alles uitmesten. Dan gaan we het op de mesthoop daar. Ik heb mijn cameraatje bij me. We gaan straks foto's maken van haar iris. Die stuur ik dan inshallah door, zodat we kunnen achterhalen. Of er bepaalde problemen zijn. Iris is? Iris is echt het oog, iris van het oog, zeg maar. Ja. En we gaan inshallah, als we straks de juiste materiaal hebben gevonden, gaan we hopelijk de hoeven bekappen. Maken we ze iets korter, inshallah. En daarna gaan we even een rondje maken. Gaan een beetje draven en galopperen, inshallah. Inshallah. Nou. Dus broeder Bira ga ik aan het werk zetten en hij gaat me hier helpen. Kijk mee. Ik ben benieuwd. Waar ga je heen? Ik ga even naar een grote mesthoop en dan gooi ik even dit weg en dan kom ik terug met een lege bijwagen en die gaan we vullen en zo. Inshallah. Yes. En wat gebeurt er met de mest, Abdurrahman? Dat wordt opgehaald door bijvoorbeeld mensen met perenbomen hier en die gebruiken dat dan weer voor hun grond. Okay. Nou, broeder Bila, die wordt aan het werk gezet. Ja, moet wel. Sneeuw en mest scheppen, gaat ie. Mashallah, inshallah. Je ziet dat hij echt ervaring heeft, lang werk. Ga je echt ja. Kijk, zie je. Is het laatste wat ik doe, toch? Heb je nog meer verrassingen? Nee. Kijk eens, hier rechts, hè. Ik zie het. Mashallah, kijk. Het is helemaal gewoon vol. En anders kunnen we gewoon naar de andere bak. Als je ook geen werk vindt, dan kun je zo een beroep veranderen. Pas op, als er werk dat je geld verdient, fout gaat, dan komt iedereen. Ja. Helemaal achteren. Nog verder. Nee. Je bent aan het vals spelen. Je bent aan het vals spelen, man. Mashallah. Even controle doen. Is die leeg? Ja, dat is bevroren. Okay. Acceptabel. Oké, dit is een mooi moment. Bilal gaat vrienden maken. Je gaat dan een snoepje geven, toch? Paardensnoepje. Okay. Een paardensnoepje. Ja. Geen wijnbibs of iets? Nee, het is wel een paardensnoepje. Oké, wel in het midden van je hand. En dan ongeveer zo, hè? Dat... Ja, nee, vingers omlaag, anders gaan die vingers eraf. Ja. Okay. Bismillah. Kijk eens. Altijd zo. Okay. Echt gewoon zo. Kijk zo. Je hand echt zo houden. Open. Bismillah. Inshallah. Kijk. Aydak. Bidem maakt vrienden. Ja.
mijn maatje geworden. Dat is anders, hè, dan al die ezels vroeger in Marokko. Ja. MashaAllah. Abdurrahman? Ja? Wat gaan we nu doen? Nu ga ik foto's maken. Ik heb haar wat de schaduw toegehaald. En ik wil foto's maken van haar iris. Om zo een beeld te krijgen over wat er aan de hand is. Want er is iets of? Ja, het kan. Kijk, als je het is, ze krijgt goed voedsel. Ze krijgt goed te eten, mashallah. Maar ik weet niet of het door de omgeving komt. Dat ze hier nu in een nieuwe omgeving zit of iets anders. Maar er is iets aan de hand waardoor zij gewoon niet bijkomt. In de bijkomt en zin van? Ja, gewicht. En ze heeft toch wel een beetje. Het kan nog stress te maken hebben met andere paarden. Het kan echt heel veel factoren kunnen zijn. Maar ik wil één ding uitsluiten. En dat is zeg maar dat het te maken heeft met dinges. Ja, een inwendig probleem. Ja. Dus wat we gaan doen is. Wat ik wil doen is, ik wil even foto's maken van haar iris. Dan is in ieder geval uitgesloten dat het niet een ander probleem is. Nee. En hoeveel, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens ziektes kun je uit het oog waanhalen? Alles. Alles, subhanallah? Zelfs, subhanallah, als een paard een klap heeft gehad op zijn hoofd, ja? Dan zou je dat kunnen achterhalen alleen maar uit de iriskennis. Al zou iemand jou dat niet vertellen. En ze heeft een klap op haar hoofd gehad, ergens tegenaan gelopen of zo. Kun je dat uit de iris lezen. En je kunt zeg maar, ook het herstel daarvan kun je ook terugzien in het iris. Dus in de weken daarna, zeg maar. Ja. Subhanallah. Ja. Dus als het even of last heeft van haar voet? Ja. Of was gebroken of gekneusd? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, rugwervel. Sommige mensen gaan op een paard rijden en die zeggen van ja, het paard is heel wild, het wil niet luisteren naar mij. Terwijl er een probleem in de rugwervel zit. En jij stapt erop en het paard heeft pijn. Jij denkt dan van, het is een heel ongehoorzaam paard. Maar het heeft niks met ongehoorzaamheid te maken. Het heeft gewoon te maken met pijn. Maar jij begrijpt zijn of haar lichaamstaal niet. Ja. En dat maakt het zo moeilijk. Sommige mensen hebben daar verstand van. En anderen weten totaal niet. En daarom zou zo'n iris scan. Of zo'n iris foto. Ik nu door de zon zeg maar, heb ik haar expres hier gehouden. Dat zou gewoon ideaal zijn. Want dan kun je het juist gewoon echt uitlezen. Sjaad Rahman, ja. Als ik het zo zie, dan, dan denk ik van, dat doet wel pijn. Nee, het is juist een hele opluchting voor het paard. En kijk, de hoeven, de bekapper, zeg maar, die heeft helaas op het laatste moment afgezegd. En ik vind dat ze gewoon te lang zijn, zeg maar. Nu probeer ik ze wat korter te maken. Maar dat is toch een scherp ding wat je in je hand hebt? Ja, het is een scherp voorbeeld. We hebben ook een vel nog. We hebben normaal een tang erbij. Tang heb ik helaas nu even niet liggen. Maar dan maak je ze juist korter. Dus het is precies hetzelfde als zeg maar, wanneer je je nagels gewoon, ik noem maar wat, 3 weken niet knipt. Weet je, er blijft heel veel afval onder zitten. En tegelijkertijd is het gewoon niet fijn om daarmee dingen vast te pakken. Je breekt je nagels. Voor paarden is dat nog veel erger. Er komen steentjes tussen dit soort groeven, zeg maar hieronder. Even zo, maar dat gaan dichtbij zien. Kijk, hieronder, dit randje eigenlijk hoort hier niet te zitten. Deze gleuf hier. Ik heb het nu net een beetje schoongemaakt, maar dit hoort er niet te zitten. Dus hij moet gewoon korter, zodat het allemaal gewoon heel vlak blijft aan de onderkant. En er komen ook geen steentjes tussen. Dus dit moet nog heel erg bewerkt worden, maar dit is gewoon even een beginnetje. En dan kan ze gewoon lekker ook weer makkelijk lopen en dan blijft er ook minder afval onder zitten. Ze zijn mooi wit, hè? Ja, dat gaat de goede kant op. Ik ga het paard even laten rusten, maar... Kijk, je ziet nu al dat er minder ruimte is aan de andere kant waar steentjes in kunnen. Dus dat gaat de goede kant op.
gaan bidloos rijden straks. Bidloos, dat betekent? Ja, bidloos betekent dat ze dan straks geen bid in heeft. Is ook diervriendelijker, is ook moeilijker, want dan moet je echt betere controle houden over het paard. Het is heel makkelijk om het paard zeg maar, onder controle te houden met een bit, want hij voelt heel veel pijn als je eraan trekt. En dan remt hij ook snel af. Maar het is de bedoeling dat je het paard gewoon goed traint. En dat je gewoon goed controle blijft houden. En het is fijner voor het paard zelf. Abdurrahman, ja. ik heb mijn step ready. Mashallah, heb je paard klaar? Mijn paard? Jouw paard staat klaar. Maisara, hoe gaan we deze noemen? Dit noemen we de veulen Maisara. Oké. Okay. Jij gaat, hoe noem je dat, galopperen? We gaan even een stukje galopperen. Jij mag op de verharden, ik ga in de berm, inshallah. Inshallah. Ja, op die manier kunnen we een wedstrijdje doen samen, inshallah. Oké. Okay. Ja? Yes. Daarvoor? Ja. Hey, Amina, ja, Johan, voorzado! Subhanallah. Dat gaat echt hard. Het is geen berber? Het is de Ferrari onder de... het is geen berber uit Bekooi of zo toevallig? Hè? Geen berber of zo? Nee. Echt Arabier? De volbloed Arabier. Mila Quraysh? Allahu Adem. Kijk ook dat trucje van dit wat ze nu doet. Ja, wat betekent dat? Ze trekt me echt met kracht naar voren. Ja. En ze ziet natuurlijk gras, maar ik doe nu even tegels lang. Maar tijdens het rijden, soms hou ik haar in. En buigt ze echt naar voren, dus ze trekt me naar voren als het ware. Voor die ruimte om nog harder te gaan, weet je? Ja, subhanallah. Dan gaat ze naar achteren, dan heb je de losse teugel, de teugels los. En dan denkt ze van, nu ga ik, weet je? Ja. Dus ik ga echt mee om haar een beetje in te houden, want ik rij nu bidloos. Subhanallah. Ja. Alhamdulillah, dus zo zie je het maar weer, subhanallah. Ja, dat hadden we nooit achter jou gezocht eigenlijk, hè? Ja, ja. Dus we kennen je eigenlijk alleen van de lessen, van de lezingen, serieus, Abdurrahman. Ook dit is een onderdeel van het geloof. Ja, subhanallah. En als je kijkt naar de hadith van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Als hij spreekt bijvoorbeeld over zeg maar, dat alles gezien, alle tijdverdrijf kan gezien worden als batil, hè, als tijdverspilling. Behalve bijvoorbeeld drie zaken. En hij zegt het trainen van je paard, het boogschieten, het spelen met je vrouw bijvoorbeeld. Het, zeg maar, bepaalde momenten die je dan doorbrengt. Dat zijn allemaal zaken die behoort tot het halal, weet je. Dus het is niet zo dat alles haram is en als je gaat praktiseren dat het alleen maar moskee is en dit mag niet precies. En dat mag niet. Maar alhamdulillah, we hebben genoeg dingen die we mogen. Ja. En meer dingen die we mogen dan dingen die we niet mogen. Ja, subhanallah. Dus ja. Waar geloof ik? Of ik of elke dag. Doe je nog een wedstrijdje of? Nee, ik hou het volgens je. Nou, onze dag zit erop, alhamdulillah. Het was een zware dag en zeker ook een leerzame dag. En ik dacht, voordat we gaan afsluiten, had ik nog twee vragen aan Oetstad Abdurrahman. Abdurrahman, allereerst bewonder ik zeg maar, het geduld wat je hebt. Want je zag hoe vaak ik al aangaf van hoe lang nog. Subhanallah. En wat me opviel is, zeg maar, is dat het lijkt alsof dit al jaren doet met het paard. Subhanallah. Waar komt dat vandaan? Kom je uit een paardenfamilie? Of nou, heb je het altijd voor ons verborgen gehouden? Ik weet het niet, maar... Kijk, een paardenfamilie komt. Kijk, geduld is sowieso nodig. Dat is, het zijn dieren. En je moet ze gewoon echt een tijd geven. Goed behandelen. Voedsel, de juiste training. Kijk, jij wilt er gebruik van maken. En een paard dat zal zich pas inzetten als ze ziet dat jij bijvoorbeeld ook gewoon echt alles voor haar over hebt. En daarna is het een bepaalde band. Maar een paard, wat je niet vergeten is van. Een paard die scant jou. Hè? Wanneer je in de buurt komt van een paard, dan word je gescand als het ware. Want het is een kuddedier. Het is de hele dag bezig met de omgeving observeren. En pas als je echt gewoon ontspannen zeg maar, op haar afkomt, dan pas kun je haar ook op een normale manier zeg maar, behandelen, bereiden, etc. Maar wat betreft de vraag van of ik uit een paardenfamilie kom, het antwoord is ja en nee. Okay. Als ik kijk naar mijn opa's en ons ja, verleden, zeg maar, dan komen we wel degelijk uit een paardenfamilie. Ik kom uit een dorp in het zuiden van Marokko. En een huis was geen huis als er geen paard had. Elk gezin, elk huis had een paard.
En ik kan me herinneren dat mijn oom tegen mij zei van, hij zegt, ik kan me momenten herinneren dat in ons dorp ongeveer 200 paarden rondliepen. Ja. Dus en ze hadden ook onderling wedstrijden en echt gewoon van allerlei uitdagingen. En een goede ruiter moest gewoon echt gewoon, moest behoorlijk wat kunnen, niet alleen maar op een paard zitten. Dus je had ook wat te bewijzen. Dus het antwoord is eigenlijk ja. Nou, als ik kijk naar mijn ouders, die zijn natuurlijk 30, 40 jaar geleden naar Europa toe gekomen, naar Nederland toe gekomen. En ja, toen waren die mogelijkheden waren er gewoon niet. Je kon geen, ze kwamen hier met een bepaald doel en dat is gewoon hard werken voor hun gezin en naasten. Ja. Dus ja, die mogelijkheden waren gewoon voor hen onbekend. Maar toen ik zeg maar zei van ik ga een paard kopen en ik kocht mijn eerste paard, toen was er echt gewoon blijdschap in de familie. En ik heb alhamdulillah hier in Nederland heb ik zeg maar twee paarden en in Marokko heb ik één paard. En toen ik laatst zeg maar afgelopen jaar een paard in Marokko kocht, toen belde zelfs familieleden mijn vader op van mijn broek. Dus ik dacht van, hè, wat is dit? Hebben ze het verkeerd begrepen? Ik heb geen kind gekregen, ik heb een paard gekocht, weet je. En ze waren gewoon echt gewoon zo blij, weet je, van dat de jongeren weer teruggaan naar hetgeen waar zij eigenlijk mee opgegroeid zijn. Weet je. Je hebt de Sunna zeg maar taalkundig herleefd. Alhamdulillah, ja. Nou, dus alhamdulillah. Ja, leuk. En de laatste vraag, misschien een advies. Ja? Een advies naar de broeders en de zusters. Een advies. In de zin van, omdat je eigenlijk zeg maar. Je doet van alles, allemaal leuke dingen, snap je? Het is allemaal toegestaan en je had er subhanallah ook heel veel zegeningen uit, denk ik. Alhamdulillah. Kijk, het leven is soms gewoon zwaar. Weet je? Je moet gewoon soms heel veel inspanning verrichten. Of het nou op gebied is van het studeren, of het nou op gebied is van het hard moeten werken voor je gezin. Of op het gebied van douwen. En dan heb je gewoon wat afleiding nodig. En er zijn alhamdulillah genoeg mogelijkheden om genoeg zaken waar je voldoening uit kunt halen op een halale manier. Ja. En ook zeg maar ter ontspanning, ter sport bijvoorbeeld, zijn er gewoon genoeg mogelijkheden. Wij denken soms gewoon van het geloof is het alleen maar het praktiseren en alles is verboden. Nee, je kunt gewoon op heel veel verschillende manieren jezelf vermaken op een halale wijze. Dus zoek uit wat bij jou past, wat bij jou mogelijk is in jouw omgeving. En maak daar gewoon gebruik van, zodat je ook gewoon gemotiveerd blijft in het praktiseren van jouw geloof, in het studeren, in het doorgeven van informatie en van kennis. Want alhamdulillah, er valt veel meer uit te halen dan dat je soms denkt. Als laatste voor de mensen die denken van ik wil gaan paardrijden of ik wil zelfs een paard gaan kopen. Verdiep je wel goed in het onderwerp, want het is ook een grote verantwoordelijkheid natuurlijk. Het is niet zo van, net zoals je auto, je parkeert hem buiten. Als je hem wilt gebruiken, gebruik hem. En als je hem wilt laten staan, laat je hem staan. Nee, het is echt een grote verantwoordelijkheid. Er zit heel veel goedheid in en er zijn echt een hadith waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam zelf zegt van wa ahluha mu'anuna alayha. Dat de eigenaren ervan ook daarin worden bijgestaan. Bijgestaan door wie? Door Allah subhanahu wa ta'ala. En dat het uitgeven aan jouw paard te vergelijken is met het uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het is ook echt een vorm van sadaqa. Dus dit is zeker iets wat ons moet motiveren. Maar aan de andere kant moet je ook weten wat voor verantwoordelijkheid je gaat dragen. Dus lees je goed in, verdiep je er goed in. Of doe bijvoorbeeld gewoon één of twee keer per week bij een manager rijden of ergens bij een bekende. Als je denkt dat je die verantwoordelijkheid niet in één keer op je kunt nemen. Ja. Ik wil je bedanken voor deze leuke leerzame dag. Ja, ook bedankt voor dit mooie initiatief. Dus ik denk dat de mensen ook wel hierdoor een goed beeld krijgen van die mensen die wij kennen van bijvoorbeeld de lessen en zo. Dat zijn ook gewoon normale mensen. De profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar sommige mensen denken misschien van hoe kom je nou aan zo'n initiatief? Wat is dat nou voor iets belachelijks of zo? Het kan zijn dat mensen zo denken. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam was niet alleen maar een docent. Hij was een profeet, hij was een docent, hij was een opvoeder, hij was een echtgenoot, hij was een buurman. Hij was een, subhanallah, als we kijken naar zijn sunnah, het is echt veel breder dan alleen maar het gedeelte van aanbiddingen. We weten hoe hij at, hoe hij dronk, hoeveel paarden hij gehad heeft, wat voor soort dieren hij bereed, hoe hij ermee omging, dat hij er echt voor opkwam, dat hij er goed voor zorgde bijvoorbeeld. Dus subhanallah, het is ook mooi om te zien dat mensen vandaag de dag
een andere kant willen laten zien van bepaalde personen. Of dat docenten zijn, of imams zijn, of dergelijke. Barakallahu. Mag Allah subhanahu wa ta'ala zegenen. Amin. Amin. Barakallahu. En voor de kijkers thuis, ik ga meteen reclame maken. Het is totaal niet gevraagd, echt waar. Maar ik doe het gewoon uit mezelf. Like of abonneer jezelf op YouTube. Volgens mij moet je naar rechts. Abonneer jezelf op YouTube. Like en deel de video. Dello al gheerik afa'ili. Degene die anderen duidt op het goede, is gelijk aan hem of aan haar in beloning. Barakallahu. Allah jazakum khair. Barakallahu fikum en assalamu alaikum wa rahmatullah. Tot inshallah de volgende video is of aflevering. Inshallah.